We hebben hier een eikenstam liggen die we gaan doorboren. Zou eventueel een olmenstam kunnen zijn. Het volgende dat er gaat gebeuren is het aanduiden van het center waar men begint te boren. En men gaat dat center aanduiden aan beide uiteinden van de stam. Men gebruikt daarbij een schietlood om een verticale lijn aan te duiden in het midden van de stam. De volgende bewerking is het, voor we beginnen met het doorboren van de stam, het aanbrengen van een vizierinrichting. En wij moeten een dubbele vizierinrichting aanbrengen, zodat we kunnen zien dat de boor in horizontaal en in verticaal vlak, in beide vlakken, zuiver het verloop van de stam volgt. Met de bedoeling van natuurlijk ook zuiver in rechte lijn door die stam te kunnen boren. En daarom gaan we nu aan deze zijde en aan de andere zijde twee houten latjes nagelen, waar we dan met behulp van een metserskoord de boor kunnen richten. Voor we de lange boor, waarmee we de stam gaan doorboren, kunnen afstellen met een ondersteunende bok, moeten we zien dat we hier een klein putje hebben in de boomstam, zodat die boor niet naar beneden valt wanneer we die willen opstellen. Dus we boren eerst een gaatje met een avengaar. Dat kan ook met een gut zijn, er zijn verschillende technieken voor. We gaan nu de boor opstellen en daarvoor gaan we eerst een bijkomende bok plaatsen. Die bok die heeft als kenmerken dat die drie poten heeft in plaats van vier. Soms ziet men dat wel eens met vier poten, maar het nadeel is dat die dan kan kwikkelen. Een driepoot staat altijd stabiel op een oneffene grond. En een tweede kenmerk van die boor is dat daar een inrichting aan voorzien is om de boor in hoogte juist af te stellen. Zodat men zuiver horizontaal door de boom kan boren. De boor die we gaan gebruiken is een boor, een lepelboor feitelijk. En de eerste boor waarmee geboord wordt, is een boor die vooraan snijdt. Die maakt het eerste gat. Nadien komen er andere boren, dat zijn zogenaamde ramers, die zijn konisch van vorm en die snijden aan de zijkant. Als men afbeeldingen van het doorboren van boomstammen ziet van landen waar men stammen in naaldhout doorboort, dan zal men een ander type van boor zien die vooraan met een houten schroef begint. Maar voor eikenhout of voor olm is eigenlijk dit het aangewezen type van boor. Het touw moet dit punt juist raken en moet dan, als men er van boven op kijkt, mooi in hetzelfde vlak zitten als de boor. Dus, dat was juist. Ja. Dan de horizontale afstelling. Als men over de boor loert, moet men het touw overal evenwijdig aan de boor zien. Ja. En dat is oké. En dan vanaf nu kan er geboord worden en zal het dus geboord worden tot in de helft van de stam, terwijl de andere helft wordt geboord vanaf het andere uiteinde. En dan maar hopen dat de boor op dezelfde plaats uitkomt in het midden van de stam. Thank you.
even een kleine controle van de horizontale en de verticale afstelling. Ja, de bok moet iets naar hier. Op regelmatige tijdstippen moet de boor teruggetrokken worden, opdat de boor verzadigd geraakt van houtkrullen. En de boor gaat dan eigenlijk vastlopen op meedraaiende houtkrullen die zich voor de boor nestelen. We hebben de opstelling omgewisseld en we gaan nu de stam, het gat van de stam verruimen langs deze zijde tot in de helft. Boor is die door rechtshandigen gebruikt wordt, is het dit gedeelte dat snijdend werkt, omdat die boor zo rondgedraaid wordt. Dit gedeelte wijkt achteruit, dat is dat asymmetrische aan die boorkop, omdat hier achteruit door het gat gedraaid wordt en dit gedeelte mag dus niet snijden of kan niet snijden. In de volgende fase gaan we met een ruimer, een boor die iets breder is, het gat verbreden tot een goede 6 centimeter. Dat type boor is een boor die niet vooraan snijdt, maar aan de zijkant wel. En dat gebeurt aan de linkerzijde, omdat die boor rechtsom wordt omgedraaid door een rechtshandige. Die boor is voorzien van een verbinding en van een verlengstuk, waarmee dus de boor bediend wordt. De boor heeft dus een mooie houtkrul meegenomen, die volledig afgeschraapt is. Dus laag per laag is weggesneden. En we zien ook ondertussen de functie van die haak. Die haak heeft een dubbele functie. Enerzijds gebruiken we die om de boor vooruit te trekken. Aan de andere zijde van de stam wordt er getrokken. En anderzijds zorgt die haak er ook voor dat we bij het terugtrekken van de boor de houtmassa niet verliezen in het boorgat. Nadat men een gat heeft geboord met een boor van 4 centimeter over de ganse lengte van de stam, kan men het gat gaan verbreden met schullenboren, die van de zijkant snijden. En men kan met één en dezelfde schullenboor ook nog twee boorbewerkingen uitvoeren door die boor te verbreden met een schelp die men daar tegen aanvijst. En zo kan men in verschillende stappen met verschillende schullenboren en telkens met een schelp de opening telkens verbreden.